Dank u wel, voorzitter. Nou heb ik het verkeerde briefje bij me. Dat maakt niet uit. Voorzitter, het is van groot belang dat de politie ook in staat is om goed te kijken wat er bij demonstraties gebeurt. En toen de nationale politie is opgezet, is natuurlijk de oorspronkelijke taak verdeeld in drie, van de RID verdeeld in drie taken. De TCI voor de criminele inlichtingen, de ID's voor de inlichtingendiensten en TOI. En het probleem alleen bij TOI is dat wij niet goed kunnen zien wat er bij TOI gebeurt. Er lag in 2007 al een rapport van de CTIVD die zei, pas nou op, het zit vaak in het inlichtingendomein. In 2015 is er al een startnotitie van TOI die zegt, nou, eigenlijk is die wettelijke basis artikel 3 onvoldoende. En daarbovenop komt dat wij eigenlijk geen duidelijke toezichthouder hebben die kan kijken of er iets gebeurt wat niet klopt. Ik sta hier dus niet om een beschuldiging te uiten tegen TOI of niet. Maar als je dit soort werk doet, dan moet iemand heel diep naar binnen kunnen kijken of je het onrechtmatig doet. Om een voorbeeld te geven, we hebben het bij de Belastingdienst gezien. De Belastingdienst is zwarte lijsten gaan bijhouden. Is die zwarte lijsten met iedereen gaan delen. En ook wanneer mensen daar ten onrechte op bleven te staan, was de Belastingdienst niet in staat om die gegevens eruit te halen. Dus mijn eerste vraag over TOI is dan, welke informatie wordt er op dit moment verzameld? En met wie wordt die informatie op dit moment gedeeld? Mevrouw Michon Derksen. Dank u wel, voorzitter. De heer Omtzigt kijkt me aan of ik het antwoord ga geven, maar daar gaan we voor naar de minister luisteren. Maar in zijn betoog zou ik ook nog wel de wet politiegegevens willen opvoeren. Want juist die politie heeft een bijzondere positie in onze samenleving en is natuurlijk per definitie een organisatie waar heel veel gegevens in omgaan. En waar we dus juist ook als Kamer met die aparte wettelijke basis ervoor hebben gezorgd dat zij dus ook op een bijzondere manier met die gegevens om moeten gaan van ons allen om de taak van de politie goed te doen. En hoe ziet dan de heer Omtzigt hetgeen wat we vandaag bespreken en ook de informatie die uit TOI komt in het licht van die wet politiegegevens? De heer Omtzigt. Nou, de wet politiegegevens, de toezichthouder daarvoor is de autoriteit persoonsgegevens. Net zoals de autoriteit persoonsgegevens de toezichthouder is op de AVG. En dat we zo zeggen, in het verleden is de autoriteit persoonsgegevens niet bepaald voortvarend geweest bij toezichthouden op de Belastingdienst. En ik zou wel eens willen weten welke onderzoeken de autoriteit persoonsgegevens de afgelopen 10 jaar gedaan heeft. Want mijn indruk is dat er eigenlijk geen onderzoeken van de autoriteit persoonsgegevens plaatsvinden. Je hebt alleen iets als een toezichthouder af en toe een keer kijkt. En het gaat hier om gevoelige informatie. En nogmaals, ik zeg u niet dat er hier meteen iets verkeerd gaat. Maar dan moet er ook effectief toezicht gehouden worden. Dus ik zou willen weten hoeveel rapporten er nou eigenlijk zijn van de autoriteit persoonsgegevens. Mevrouw Michon Derksen. Ja, voorzitter. Dank aan de heer Omtzigt voor zijn antwoord. Maar mijn vraag is de wet politiegegevens afdoende voor de problematiek waar we hier vanavond over praten in de ogen van de heer Omtzigt? De heer Omtzigt. Die is alleen afdoende als het toezicht afdoende is. En het probleem waar we hier vanavond over praten is dat we eigenlijk geen toezichtrapporten hebben, waardoor we kunnen zien of TOI zich min of meer aan artikel 3 van de politiewet gehouden heeft en of de WPG voldoende is geweest en gehandhaafd wordt. Daar zit het hele probleem. En om nog even terug te grijpen naar het kinderopvangtoeslagschandaal, daar weten wij nog steeds niet of de codes met de politie gedeeld zijn. En we hebben daar wel vergaande vermoedens voor, omdat die mensen heel vaak gecontroleerd zijn. Afronden, mevrouw Michon. Ja, voorzitter, tot slot. Want ik herken ook hetgeen de heer Omtzigt zegt. Maar het enige wat ik hier toch nog weer te berden wil brengen is dat juist de politie door de bijzondere taak die zij heeft ook een eigen wet heeft om juist goed met die informatie om te gaan. En we moeten natuurlijk scherp zijn of die wettelijke grondslag ook voldoende is, of er toezicht op is. Ben ik totaal met de heer Omtzigt eens. Maar het is toch een andere taak en door die wet politie geeft ook een andere positie dan een andere uitvoerende dienst van ons Rijksoverheid. Natuurlijk is het een andere uitvoerende dienst. De politiegegevens, daar zit een ander regime op. Daarom is die WPG er en die is anders dan de AVG. En dat is natuurlijk helemaal zinnig. Alleen, een wet werkt alleen als die gehandhaafd wordt door een onafhankelijke institutie. En de politie is natuurlijk de kernhandhaver in de rechtsstaat. Maar de controle op hoe de politie met gegevens omgaat is wel degelijk iets wat aan ons als Kamer is om te kijken of dat goed gebeurt. En dat is waarom we hier vandaag staan. Omdat we willen weten, wordt er goed omgegaan met de gegevens?
En worden de bevoegdheden, zijn de bevoegdheden van TOI onder artikel 3 van de politiewet voldoende, moet er iets veranderen? Of zijn ze over de bevoegdheden heen gegaan? En op die vragen kan ik geen duidelijk antwoord geven zonder dat daar onafhankelijk naar gekeken wordt. Dat is waarom ik... Nou ja, tot zover. Ja. Ik zie wat meer mensen die wat willen ja, vragen. Ja, precies. Daar komt, misschien... Ik word eindelijk eens een keer getest als politiewoordvoerder, wat ik nooit gedacht had. Ja.